Hallo YouTube, dagelijks Sander hier. Naast mij zit Sniper 1310. En ik ben Diablo Ripper. Wij gaan het vandaag weer over games hebben. We zijn weer op de mysterieuze basis, waarvan jullie niks vanaf weten, maar wij wel. Wij gaan het vandaag hebben over mijn favoriete game. Ik ben er helemaal gek op. Wij gaan het hebben over Hitman Absolution. Agent 47 is back. En hoe? Iedereen weet, die een groot diehard fan is van Hitman, is dat hij heel lang is weggebleven. Hij is meer dan 5 jaar weggebleven, of misschien wel 7 jaar, ik weet het niet zo duidelijk. Maar wat in ieder geval het mooiste is, hij is terug en hoe? Ja, dat zien jullie vanzelf dadelijk. Hij heeft skills, dat is niet normaal. Ik heb weer mijn iPad bij, nogmaals, ik heb hem niet gestolen, ik heb hem zelf gekocht. In de ondergrondse Apple Store. Wij gaan weer zoals gewoonlijk gaan we weer laten zien wat het is. Dan weer de demo. We gaan eerst de demo laten zien. Dan gaan we weer wat foto's laten zien. Dan gaan we ik en Sander er wel wat over uitleggen. Dan, ja, en dan zien we wel verder. Dan ja. De special editions gaan we nog uitleggen. Want er zijn er best wel een paar. Maar goed, hier is Peggy de demo. 18. Peggy 18. Dus het is alleen maar voor 18 jaar. Ja jongens, dus kleine kinderen, niet kijken. It's very scary. So where do you want us? You? Nowhere. But cover and secure the area up there. It's gotta be. We've put the sophisticated art of assassination at your fingertips. You play as the world's most dangerous man, only known by his code name, Agent 47. Don't find that girl. He was made to do what he does, and he does it expertly. His kills can be intimate and painless, or they can be gruesome and violent. 47 excels either way. It's all up to you. Are you a silent assassin? Or do you want to kill everyone in your way? Both require exceptional skill to master. Think of them as tools and command 47's abilities with creativity. Adapt as the world reacts. Use your instinct. Experiment. Switch tactics. Improvisation is your deadliest weapon. Use it, and you'll never fail. You found a broken world, hidden exhalation. Next time, we'll be looking at the tools of the trade. Die zou ik niet aankomen, hè? Ja, ik ben echt... Ik ben gek op die man, dat is niet normaal. Echt, de eerste keer toen ik een Hitman-spel van hem speelde, heb ik echt 3 dagen echt van genoten gewoon, want... Je hebt zoveel keuzes uit kills wat je kan doen. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik laat hem sowieso nog een keer zien. Peggy, maar dan 18. Gaan wij zelf. Hou je bakjes met je Peggy 18. Niemand luistert daar toch naar. Nou, wat ik in ieder geval mij in ieder geval opviel was deze. Dat was de Run for Dead. Dat is het eerste level als het goed is. Dan heb je geen wapens. Maar je moet proberen te... ontsnappen van de politie die in een soort bibliotheek, een verlaten bibliotheek zien. En hier zie je het, Agent 47. En we zien hem hier lopen met een mooi pistooltje. Ja. En hij killt iedereen die op zijn weg zit. Ik vind dit ook heel mooi. Hij heeft, die maat van hem heeft niet eens in de gaten dat hij gewoon, ja, vermoord wordt. Heeft hij echt niet in de gaten.
En dan vooral de kills met een knife of met een bijl zelfs nog. Ik heb een stukje gezien waardoor hij die bijl zelfs kan weggooien. Dat hij dan dwars door iemand zijn kop heen gaat. En dat vind ik prachtig om te zien. En de... Ja, ik zal wel even vooruit spoelen, want dit zijn allemaal onzin. Er zijn drie verschillende soorten. De Silent Assassin. De Silent Assassin is gewoon dat je zelf hitman bent en je moet proberen zo stil mogelijk de missie te volbrengen. Want de missie, als je die in Silent Assassin volbracht, dan krijg je zoveel geld. Want het gaat wel om geld, gaat allemaal. Jouw kills die gaan echt overal mee om geld. En dan is de... hoe noemde je dat daarnet? Wat? Er was een tweede. Ik weet even niet meer hoe die heette. Silent Assassin. Nou, in ieder geval de tweede daarvan. Dat is... Ja, dat je heel veel mensen kan doden. Maar dan kun je ze allemaal doden. Dat is echt bij jou aan de keus. Dan mag je ze allemaal doden. Het zijn alleen dan wel iets minder punten, ligt eraan. Want ik heb gezien als je in een kast stopt of je doet hem in de vriezer. Of je legt hem op de wc. In ieder geval ergens waar niemand hem kan zien. Dan komen de punten weer terug. En dan was de hardcore versie. Dan is het gewoon dikke wapens en iedereen verrot knallen die er in de buurt komt. Ja. Prachtig gewoon. Ik heb nog nooit gespeeld... Hitman, maar misschien ooit, ik weet niet. Ik wel. Ik ben er gewoon verslaafd aan. In ieder geval hebben we weer wat foto's, als hij het tenminste doet. Doe het, godverdorie, statieve zien. Sorry. We hebben hier een foto van dat hij van een gebouw afkijkt in New York. Want daar speelt het met name af, in Amerika. Normaal was het gesproken in Japan, in Nederland zelfs ook nog, in Duitsland, in bijna elk land behalve Amerika. Maar deze keer wordt het helemaal in Amerika. Ja. En ja, de beeld. Prachtig. Ja. Doet me eigenlijk een beetje denken aan Batman, Arkham City. Ja. Zo helder lijkt het wel. En jullie zagen er net de scope van een sniper. Dat is dit snipertje. En die sniper die kun je nou eigenlijk al winnen. Dan moet je wel naar de winkel toe en Hitman Sniper Challenge moet je kopen. Die kost iets van ruim 5 euro. Dan krijg je één game en dan is het de voorbereiding van Hitman. En die Hitman, ja, dan heb je gewoon een sniper rifle met een silencer. En dan moet je proberen iets van 15 man neer te knallen. Daar krijg je ook nog extra punten mee. En elke keer krijg je iets sterks erbij. Dan kun je één kogel extra afvuren. Of hij laat hem heel snel. Ik heb hem al helemaal uitgespeeld. Dus ik heb die sniper al. Het mooiste is, die sniper die komt terug. Zoals je hem helemaal geüpdatet hebt. Die komt ook helemaal terug in Hitman Absolution. En ook helemaal. En zoals elke diehard fan kent, Hitman, die heeft een prachtig kostuum. Maar je kan ook andere kostuums jatten. En het mooiste is, je kan ook nog zelf kostuums. Die zit bij een speciale editie, maar dat leg ik dadelijk wel even uit. Maar wat wel mooi is, Hitman heeft echte fight moves. Echte fight moves, vind ik gewoon. Het is gewoon net kung fu gewoon. Net kung fu panda. Nou, dat is in de vorige uitzending van. En het mooiste is, hij heeft hele zachte kills, zoals met een naald bijvoorbeeld iemand neer doen en een soort drugs erin spuiten, waardoor hij verlamd raakt of zelfs doodgaat. Hij kan iemand wurgen, waardoor hij verlamd raakt. Verlamd. Verlamd, goed zo. Raakt en of bewusteloos. Maar hij kan ook echt ruige dingen, zoals met een bijl iemand zijn kop inhaken. Ja. En dat vind ik geweldig. Daar hou ik gewoon van. Dan moet ik oppassen voor je. Ja, sorry. Ik ben weg, jongens. Houdoe. Ja, hier blijf jij. In ieder geval, de
game consoles, daar kun jij wel iets over uitleggen? Ja, hij komt op de PlayStation 3 natuurlijk, Xbox en de PC. Ik zal hem wel even laten zien voor PlayStation 3. Dit is de gewone editie. Zo gaat hij eruit zien. Gewoon een rode achterkant met Agent 47. En aan de andere kant Hitman Absolution met zijn twee pistolen. Daar is hij bekend van. En zijn rode stropdas. Ja. Dan de... Ja, een special edition wordt het niet echt genoemd. Maar er zijn drie verschillende soorten. Vroeger, eerst waren het er twee, maar nu zijn het er drie geworden. De eerste is een Benelux edition. Een Benelux edition, dat is de... krijg je gewoon het spel, dat is altijd. Maar dan krijg je ook een gunpack. Die krijg je dadelijk te zien van mij. Gunpack is dat je drie verschillende wapens kan krijgen. Die drie, dat is een pistool, een machine gun en een shotgun. Die drie zijn professioneel ingesteld, die... Maakt niet uit wat je ermee schiet. Het gaat hartstikke dood. En er zitten ook mooie tools op. Zoals een Red Dot of een scope of een silencer. Er zit alles op. Ja. Of een code waardoor je drie kostuums krijgt. En die drie kostuums dat zijn dan een moderne versie. Een versie van toen en een versie van vroeger. En de... Professional Edition, die heb ik hier in mijn hand. De Professional Edition is dit. Professional Edition, er zit best wel wat verschil in, want daar krijg je gewoon een hardcover. Het is dan gewoon een soort doos wat je om je spel in krijgt. Hier zie je die gunpack. Dus je kan zien dat het drie verschillende wapens zijn. Ik weet niet of hier de kostuums bij zitten. Ik hoop het wel. En je krijgt dan nog een notebook waar alles in staat hoe het gemaakt is. En je krijgt nog een cd van de making of. En nou is er een nieuwe gekomen. Dat is de Professional Edition Deluxe. Die is iets duurder. Oh, sorry. Ik ga verkeerd. Ik moet de andere kant in. Dat is deze. Dit is de Professional Edition Deluxe. Dan krijg je bijna hetzelfde als alles. Dan krijg je die hardcover. Je krijgt die gunpack. Je krijgt de making of. Je krijgt de making of boek. Maar wat je hier nog extra bij krijgt, is dat poppetje. De Agent 47. Die is 25 centimeter lang. Dus dat is best wel een aardig groot ding. En je krijgt de Hitman Sniper Challenge. Ik hoop echt dat daar de kostuumcode bij zit. Want die vind ik heel mooi. Want de ene is een soort James Bond-achtig kostuum. De andere is een maffia kostuum en ander is een echte killer kostuum. En ja, dit vind ik heel mooi. Deze heb ik ook besteld. Die is iets van €110. Hij is best duur, deze. De Professional Edition die is iets minder. Die is €70. De Benelux Edition die is gewoon net zo duur als de gewone spel. Dat is gewoon €60. Ja. En ja, ik kan er wel urenlang over praten. Maar ja, Sander heeft liever dat ze altijd maar 15 minuten duren of 13 minuten. Ja, het kan niet anders. Of jullie moeten, ja, het zit zo. Ik moet mijn mobiel nummer invoeren. Helemaal geen probleem, maar ik heb te veel gedaan met mijn nummer, dus ik kan het niet. Dus daarom kunnen we niet langer dan 15 minuten. Maar echt grote diehard Hitman fans... Laat je dan horen als je er nog meer over wil weten. Want ik zou er dolgraag echt over willen praten. En dan speciaal iets. Volgende, na deze is geüpload, upload ik nog een andere video. En laat dan de trailer nog een keer zien, maar dan de andere versie. Van wat? Tobuscus. Tobuscus. Ja, die video die we toen net hadden gezien. Oh, die, ja. Dan zie je de Hitman-versie van de nons. Alleen dan krijg je de Tobuscus-versie. En we hebben best wel gelachen daarover. En ja, we gaan het sowieso dan over een volgende game hebben. Wat het is, dat houden we nog even geheim. Ja, in de geheime basis van Dagelijks Sander. Ja, in ieder geval is dit de einde helaas. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet de duimpjes omhoog te... abonneren, te liken, de favorite, zet het op Facebook. Facebook en Twitter. Ja, ik weet niet. En Double Brofist. Ja, Double Brofist, jongens.